Op Sint Eustatius hebben archeologen een slavenbegraafplaats ontdekt. De vondst is van groot belang voor onze kennis over de slavernij in het Koninkrijk. Maar ook natuurlijk om meer te weten te komen over de persoonlijke geschiedenis van de inwoners van Sint Eustatius. I know I don't know much about the history of my own family. I know about my grandparents, where my grandparents were from and where they grew up. Prior to that, I have no idea where they're from, but I've loved to learn. I've been asking my mom, but she as well doesn't really know. En daar kan nu verandering in komen. Ik neem Cherise mee naar de zojuist ontdekte begraafplaats naast het vliegveld, waar misschien wel haar voorouders liggen. This is my first time. It feels, I don't know, exciting, spannend. 48 skeletten zijn tot nu toe gevonden. Skeletten van Afrikaanse herkomst. Van mensen die als slaaf moesten werken op de voormalige Golden Rock Plantation. Projectleider en archeoloog Ruud Stelte is enthousiast. Elke dag vinden wij weer nieuwe dingen. Spectaculaire vondsten die wij eigenlijk niet voor mogelijk hadden gehouden. Wat ik zelf heel bijzonder vind, is dat heel veel begravingen grafgiften hebben. Dus objecten die met de overledenen in het graf zijn geplaatst. En dat is natuurlijk heel mooi en dat brengt het verleden heel dichtbij. Maar het echte monnikenwerk moet nog gebeuren. Elk gevonden stukje geschiedenis wordt schoongemaakt en beschreven. Zo verbergen de botten een schat aan informatie. Je kan ook bepaalde analyses doen, zoals bijvoorbeeld DNA-analyse. Dat ons kan vertellen waar in Afrika deze mensen vandaan kwamen. We kunnen onderzoek doen naar isotopen in de botten en in de tanden. En dat kan ons vertellen wat voor dieet deze mensen hadden. Of deze mensen op het eiland opgegroeid zijn of niet. Een ander iets waar we mee bezig zijn is eiwitonderzoek. Dus eiwitten in de botten kunnen ons bijvoorbeeld vertellen wat voor soort ziektes deze mensen hadden. Wat we tot nu toe weten over de geschiedenis van de slavernij op de Caribische eilanden komt vooral uit de Europese bronnen. Maar de afgravingen hier achter mij vertellen het verhaal van de tot slaaf gemaakte mensen zelf. Wie graaft in de grond van Sint Eustatius heeft echte geschiedenis in handen. En de ontdekking van deze oude begraafplaats, zo verwacht iedereen, is nog maar het begin van nog meer ontdekkingen